20 jaar het meldpunt. Dat is ook vaak een tijd van herbezinning. Hè? Een beetje terugkijken en vooruitkijken. Als je terugkijkt, wat overheerst dan van die afgelopen 20 jaar? De groei van het aantal beelden. Dat is een treurige constatering. Ja, absoluut. Het is echt enorm toegenomen. En zeker, ja, wij zijn best wel geschrokken van de explosieve stijging die wij nu hebben gehad. Want explosief, is dat die 50% vergeleken met vorig jaar? Of 54%, ja. En er zijn dus meer dan 63.000 afbeeldingen bekeken van seksueel misbruik van kinderen. 63.000? Ja, ja. En met hoeveel medewerkers doen jullie dat? Er zijn 8 mensen die het materiaal bekijken. Een team van 10 mensen op het moment. En 8 mensen bekijken het materiaal dagelijks. Dus dat betekent dat je per persoon zo'n 6.000 beelden, min of meer, dat je die moet bekijken? Ja, mensen werken part-time bij ons, ja, maar zoiets, ja. Hoe besluit je daar te werken? Want het is een zware baan wat je daar hebt als analist. Hoe ging dat in jouw geval? Nou, in mijn geval was het een beetje toeval eigenlijk. Ik werkte voor een organisatie die in hetzelfde gebouw zat als het meldpunt. Dus het kwam op mijn pad en werd me toen gevraagd, wil je hier werken? Maar ik was wel meteen heel enthousiast. Ik heb een achtergrond in kinderrechten. Ik wilde heel graag voor een kinderrechtenorganisatie werken. En ik kreeg ook wel meteen te horen van, nou, ga eerst maar eens een maand nadenken of je dit wel wil doen. Want ja, dit is wel even een beslissing inderdaad. En dat heb ik toen gedaan. En ik voelde eigenlijk meteen al dat ik het heel graag wilde doen. Dus, ja. Hoe test je het of je er tegen kan? Nou, we krijgen tijdens de sollicitatieprocedure, als je een aantal rondes verder bent, krijg je een aantal beelden te zien. En dan moet je daar nog een aantal nachten over slapen. Om te kijken hoe dat valt, zeg maar. Of je daar tegen kunt. Of je daar niet enorme nachtmerries van krijgt. Of iets dergelijks. En daarna beslis je of je wil komen werken. Het moet tijdens het werk blijken of je er echt tegen kan natuurlijk. Het kan altijd later pas komen dat je merkt, ik kan er niet tegen. En word je daarin geholpen? Of is dat iets wat je zelf moet verwerken? Nee, sowieso. Wij melden altijd allemaal tegelijkertijd. Dus dat doen we allemaal in de ochtend. Dan geeft iedereen ook de ruimte om bijvoorbeeld als er iets heel naar zie je meteen of iets, dat soort dingen te roepen. Daarna sluiten we het gezamenlijk af met de lunch. Zodat iedereen ook echt de tijd heeft om even tot zichzelf te komen. We hebben halfjaarlijks een gesprek met het team, met een psycholoog. En iedereen heeft bij ons de mogelijkheid om een paar keer per jaar naar een psycholoog te gaan. Hoeft ze geen toestemming voor te vragen, kan gewoon. Dus wij doen echt heel veel om mensen ook de mogelijkheid te bieden om ontlading te zoeken over alles wat ze zien. En is de cultuur zo daarom dat je heel makkelijk inderdaad naar de psycholoog stapt? Is het een lage drempel? Ja, absoluut. Dus het gebeurt ook daadwerkelijk? Ja, dat gebeurt ook regelmatig. En wat is dan vooral, wat is dan de psychische last waarmee jullie, de analisten, mee te maken hebben? Waar zitten ze mee? Nee, dat is natuurlijk heel verschillend. Wat je wel bij ons ziet is van, je ziet eigenlijk de hele dag ellende. Ja. Laten we eerlijk zijn, het is niet leuk werk. Het is leuk werk om te doen in die zin dat we heel blij zijn dat we iets kunnen bijdragen aan de bestrijding ervan. Maar je ziet de hele dag de hele nare kant van de wereld. We hebben een ontzettend leuk team, dat zeg ik wel. We hebben een ontzettend leuk team, hele fijne mensen. We steunen elkaar heel goed. Maar als er iets anders, ook nog iets in je leven wat niet lekker loopt, als je bijvoorbeeld thuis even niet lekker zit of het heel druk hebt, of wat wij ook hebben gehad, een periode waarin we echt zoveel meldingen hadden dat we het bijna niet meer konden verwerken en dan ook in de middag nog door moet werken, ja, dan loopt het op een gegeven moment over. En dat kan een moment zijn waarop wij zeggen, nu ga jij met iemand praten, of iemand uit zichzelf zegt van, ik wil even met Maria praten, dat is onze psycholoog die dat doet.